Yo man, so besef effe, dit sehen Juli, dit is mijn kamer, dit is fucking heel mijn kamer, what the fuck? 50 facts about me. Let's Blase, go. blase, Ik ben ongeveer 1,74 meter of ietsje hoger. Ik heb schoenmaat 40, 41. Ik ben niet katholiek. Ik geloof in geesten. Ik haat roken. Als ik uitga, dan ben ik meestal zat. Ik ben bang van spinnen en slangen. Giraf is mijn lievelingsdier. Ik haat zo typische relatieschooltjes, zo stelletjes dat een relatie hebben op school. Ik ben single. Ik kan totaal geen Engels. Ik zit veel te veel op Snapchat naar mijn goesting. Ik maak in totaal al 6 jaar video's. Ik speelde gitaar, basgitaar. Ik heb een step en skateboard. Mijn lievelingskleur is blauw en rood. Ik ben 17 jaar, maar zit in het vierde middelbaar voor de Nederlanders tussen ons. Ik zou eigenlijk volgend jaar kunnen werken, maar ik moet nog 2 jaar wachten. Ik heb een kleine broer en een kleine zus. Ik haat Vaderdag. Mijn lievelingseten is macaroni. Ik ben in het echte leven echt heel verlegen. Als ik bijvoorbeeld met mensen afspreek, dan is dat, ben ik verlegen. Ik ben mezelf als ik me echt goed voel bij iemand. Ik doe graafse media en TSO. Ik luister alle stijlen muziek, van klassiek tot hardstyle tot... I don't know. Ik geef om veel mensen rap om. Of hoe noemt je dat? Dat je veel om mensen geeft, maar... Dat ik te rap om mensen geef. Ik heb 2 gsm's. Ik ben nog nooit in een vliegtuig geweest. Ik woon in een appartement. Ik word rap emotioneel. Ik draag geen merkkleding. Als ik frietjes eet, dan eet ik vaak kippenvingers erbij. Ik kijk nooit televisie. En als ik televisie kijk, dan kijk ik naar familie, Aero, Spanja's en Bruchtels. Ik probeer me veel te veranderen van karakter. Ik word rap jaloers. De eerste YouTuber dat ik heb gekeken en heb leren kennen is Dit is Milan, aka Dagelijks AD met 2 A's en 2 E's. Ik heb nog nooit Star Wars gekeken of een van de films van Hunger Games. Ik kijk heel graag horror met vrienden. Ik heb dyslexie. Ik ben meer voor Nike dan voor Adidas. Ik haal school. Ik heb te veel kanalen gehad waar ik video's op zette vroeger. Ik word snel afgeleid. Ik ben maar 1 keer in Ierland geweest. Ik accepteer iedereen hoe die is. Ik verzamel monsterblikjes. Ik kan beter omgaan met meisjes dan met jongens. Ik stel alles uit op het laatste moment. Ik ben altijd moe. Ik zat van september tot december in 2016 in een dipje. En ik haat mezelf scheren. Dit was de video. Ik hoop dat jullie mij een beetje beter kennen door deze video. Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En dan check ik jullie bij de volgende video.